Minister Omar Ramadan van Volksgezondheid adviseert werkgevers die in december zouden feesten het geld liever anders te besteden. De bewindsman zegt dat de kans heel groot is dat de Pagara-estafette dit jaar niet doorgaat. De regering heeft de Pagara-estafette namelijk geclassificeerd als een potentieel superspreading event. Ramadan vindt dat werkgevers hun personeelsleden die ze naar huis hebben gestuurd vanwege de COVID-crisis wel tegemoet kunnen komen. Veel mensen zijn de afgelopen 9 maanden in financiële onzekerheden gekomen. Mensen hebben hun baan verloren, mensen hebben werknemers, hebben hun werkgevers, hebben hun mensen op bepaalde adequate manier afgehandeld. Maar anderen zijn zonder bericht thuis moesten ze thuis blijven. We kennen die situaties ook en de mensen hebben ook hun verplichtingen. En ik zeg dus, COVID heeft een enorme impact, maar ook een enorme schade aangericht aan diverse huishoudens, diverse sectoren. Dat is een voorstel van mij waarbij ik zeg, als u als bedrijf uw werknemers hebt weggestuurd, zet u dat geld wat u zou uitgeven voor een feest, niet voor andere zaken, voor een feest, apart, en doet u het toekomen aan die mensen die u hebt weggestuurd. Aan de andere kant, het zorgpersoneel heeft zich dag en nacht ingezet aan het bed van de patiënt. De overheid is weliswaar ingekomen met een deel van de toelagen. Ze zijn nog steeds bezig de financiële zaken af te ronden. Maar aan de andere kant zou het een welkome ondersteuning zijn naar het zorgpersoneel. Die denk ik wel dat pakket verdient vanuit de rest van de samenleving en zegt dankjewel voor alles wat je hebt gedaan om ons te beschermen. Dat was minister Omar Ramadan van Volksgezondheid. Hij zegt niet dat de bedrijven geen vuurwerk moeten afschieten, maar hij vraagt dat ook gedacht wordt aan de mensen die enorme schade hebben geleden vanwege COVID-19.